Er wordt met twee maten gemeten. Bij Twente waren de mensen blijkbaar een rode lap voor de KNVB. Maar, ja. Maar kijk, wij komen hier niet uit en wij staan hier heel anders in. Maar het feit is gewoon dat al die straffen uitgesproken zijn op basis van zaken die later naar buiten zijn gekomen en die niet klopten. En dat hebben ze niet gedaan omdat ze zo'n hekel hadden. Nee, natuurlijk, ze zullen ook al een hekel hebben gehad. Ik vind dingen als valsheid in geschriften en fraude, dat vind ik hele grote namen. Ik vind het meer ondeugend boekhouden. Ondeugend boekhouden? Ja, ja. Nee, maar bijvoorbeeld, kijk, Sieg, die willen ze graag kopen. Maar de financiële situatie was dusdanig dat ze van de KNVB Sieg niet mochten kopen. Toen heeft de leiding van Twente tegen de KNVB gezegd, ja, we zitten een beetje moeilijk, want morgen verkopen we, hoe heet die jongen? Promes. Nee, die jongen naar Queen's Park Rangers, die zwarte jongen. Fair. Maar die wordt een dag later werd die pas gekeurd. Dus daar moesten ze op wachten voordat dat transfergeld zou komen. Dan hebben ze aan de KNVB gevraagd, wat moeten we doen? En toen heeft de KNVB ze een e-mail gestuurd. Nou ja, het is zo'n grote transfer en Fair krijg je zoveel geld voor. Er staat, als je het doet, een maximum boete op... Jongens, hebben 4 of 5 jaar televisiegelden vooruitgeschoven, terwijl dat helemaal niet mag volgens het reglement. Nee, en zeker niet volgens de boekhouding. Er zijn zoveel dingen gebeurd waardoor het niet klopt. Maar ze worden op zaken aangepakt die niet kloppen, Wilfred. Nou, ik kan me niet voorstellen dat een KVB, een licentiecommissie en een beroepscommissie die het ook bevestigt, dat die het allemaal vinden. De beroepscommissie die bevestigt het zo dat hij het terugdraait. Goh, wat bevestigt je beroepscommissie? Nee, de beroepscommissie zegt letterlijk dat de KNVB de fout heeft gemaakt, dat ze de indruk hadden gewekt dat als je schoon schip maakt. Maar verder ze hebben het heel onredelijk behandeld. Verder ze staat hier letterlijk, Johan, dat intrekking van de licentie naar het oordeel van de beroepscommissie dan ook een passende en een professionele sanctie zou zijn, ongeacht of het een faillissement is. Uit nader onderzoek van de beroepscommissie komt even wel naar voren dat het gerechtvaardigd vertrouwen bij FC Twente is gewekt dat de malversaties uit het verleden waarmee de licentiecommissie bekend is geworden na december start niet van invloed zouden zijn op behoud van de licentie. Dus dat ze de indruk hebben gewekt dat als ze het goed zouden doen om het schoon te maken, dat ze mochten blijven. Ja, precies. En dat is de fout geweest. De afgelopen maar verder hebben ze overal alles fout gedaan, staat hier. Twente, dat staat er letterlijk. Twente is schandalig behandeld. Nee. Johan. Ja. Ja, dit is inderdaad, je merkt het ook aan de reacties. Laten we gaan kijken naar de reacties. Je merkt het aan de reacties, maar jij hebt er geloof ik een doel gesteld om je ook een beetje tegen Twente af te zetten. Nee, ik heb ook in die advertentie een naam eronder gezet, omdat ik vond dat Twente moest blijven. Ja. Ik vind ook namelijk dat de KNVB heel dom bezig is geweest. Ja, maar voordat je zo'n advertentie in naam zet, dan zou je misschien eens een beetje in de materie moeten... Dat heb ik heel goed gedaan, Johan. Ja, ik heb via alles jouw meneer van Cambuur, jouw relatie. Nee hoor, die spreek ik al maanden niet meer. Veel belangrijker, ik heb al die rapporten gelezen, ook van Knuppen, al die rapporten. Ja, die daar staat, ook. Daar staat het thuis ook allemaal letterlijk in. Ja. En hier staat het ook letterlijk maar dat, in. Dat rapport van die nieuwe Knuppen, dat viel ook nog wel mee, hè? Maar goed, weet je, dit wordt een jaar...